Malti Dwarkasing, de nieuwe directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, zegt dat de organisatie voor grote uitdagingen staat. De coronacrisis die in maart 2020 in Suriname begon, heeft het bedrijfsleven enorm ontwricht. Dit heeft haar echter niet ervan weerhouden om de functie te aanvaarden. We hadden al een financiële crisis. Weet je, hoge inflatie, overheidstekorten waren hoog. En die was echt, weet je, het overheidsbeleid was echt een tijdbom onder de economie. Hoge tekorten, hoge schulden. En dat heeft de hele economische situatie onstabiel gemaakt en gehouden. Je kan een bijdrage leveren. Weet je, er zijn uitdagingen, maar wil niet zeggen dat we geen verantwoordelijkheden moeten dragen. Weet je? Ik denk van in die uitdagingen kunnen we allemaal een bijdrage leveren. En ik denk dat ik een bijdrage kan leveren, ondanks alle moeilijke situaties in het land. Ook in de wereld. Weet je, het is erg woelig in de hele wereld. Dus ik wil daarbij dus ook mijn bijdrage leveren. Dwarkasing beseft dat het bedrijfsleven nog meer uitdagingen te wachten staat. Ze is echter hoopvol dat er spoedig weer goede tijden zullen aanbreken. Om dit te bereiken is het wel belangrijk dat schakels met elkaar gaan samenwerken. En hier schort het volgens haar nog aan. Kijken we naar de situatie, het wordt moeilijk, het wordt een uitdaging. Het gaat niet nog beter worden als je dat plan hebt gezien van de overheid. Als je een herstructureringsprogramma hebt en de economie moet weer in evenwicht worden gebracht, gaan er moeilijke maatregelen genomen moeten worden. En iedereen gaat het voelen. Zowel de overheid gaat het voelen, het bedrijfsleven, maar ook gewoon huishoudens gaan het voelen. En natuurlijk, ik heb het plan doorgenomen en er zijn maatregelen voorgesteld om ook het bedrijfsleven tegemoet te komen. Maar ook gewoon de consument. Maar je kan nooit 100% alles afhalen. Dus we gaan het voelen. Als we de economie weer in balans brengen, en we zijn allemaal aan boord en we menen het echt, we willen het echt doen, dan moet het van de grond komen en dan moeten er betere tijden uitbreken. 100%, weet je? Waarbij er ook meer mogelijkheden zijn voor ondernemers, voor nieuw ondernemerschap. En ja, dus ik geloof er 100% in. Moet wel. Malti Dwarkasing, de nieuwe directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Ze is ook de eerste vrouwelijke directeur van de VSB. Dwarkasing heeft zich onder meer ten doel gesteld om de dienstverlening naar de leden toe te verbeteren. Ze gaat ook voor transparantie bij het uitvoeren van plannen.